En dan huppla. Zo, huppla. Kijk, woepla. Oh, leuk. Ik kan weer zo'n lame intro tekstje gaan oplezen, maar dat hoeft helemaal niet. Het is nou ook weer tijd voor een nieuwe blindspot. En deze keer met Monica. Ja. Hey, heb je een beetje zin in? Nee. Ik vind het heel erg vervelend dat iedereen weet wat ik ga doen, behalve ik. Nou, als je onder een rots hebt geleefd en je weet niet wat een blindspot is, ik ga Monica straks een blinddoek omdoen, hoofdtelefoon en oortjes. Stappen we in de auto die hiernaast ons staat en rijden we naar een bestemming. Gaat de blinddoek af en dan moeten ze in één keer wat gaan doen. Oh, ik vind het leuk dat ik dit met jou doe, Monica. Nee, ik heb nep in mijn zorg, dus je moet hem niet... Ik heb hier net wel mijn neus in afgeveegd. Ja, dat zag ik. Gadverdamme. Oké. Zie je wat? Nee. Hoeveel vingers steek ik op? 5. Nee. Dan nog. Rustig zitten. Ga maar zo, ja. Kom maar, Mootje. Als grapje. Tot zo. Doei. Zo, Mootje zit in de auto. Tijd om naar mijn natuurlijke habitat te gaan. Klaar om je bestelling op te nemen. Welkom bij McDonald's, mag ik je bestelling alsjeblieft? Oh, je wil graag 6 kipnuggets menu? Nee, die hebben we niet meer in de aanbieding, sorry. Oh, je wil graag 1 Big Mac? Ja, dat mag. Nee, dit is voor Monica aangelegd, niet voor mij. Nou, alsof het nog niet duidelijk genoeg was om mijn petje te zien, we gaan naar de McDonald's toe. Monica wordt er straks gedropt en die moet in de McDrive gaan werken. Bestellingen opnemen, lekker eten verkopen van de McDonald's. Een droombaan voor heel veel mensen. En nu denk je misschien, what the fuck, wat heeft het met Monica te maken? Die gaat het haten. Maar Monica's lievelingseten zijn Big Mac, McNuggets, een hamburger, euroknallers, milkshakes. Partijtje lekker jongen, lekker sausie erbij. Gaan wij dus met z'n tweeën opeten? Ja. En dan 2 keer kip 6 met barbecue saus. 2 quarter pounder. 2 grote friet. 10 frietsaus alsjeblieft. Jij zit weer Mac te vreten zoals altijd. Altijd. Het is altijd met tevreden. De vergadering gaat beginnen. Dus ik denk dat ze het wel heel leuk gaat vinden. Maar je weet het niet. Ik zou het ook niet erg vinden als ze het kut vindt namelijk. Hé, hey, Mootje. Nee. Zo, we zijn op de bestemming aangekomen. Monica heeft nog steeds geen enkel idee van waar we zijn. Het komt goed uit, dus ik ga eruit de auto vissen. Ga ik eventjes dit onder de neus heen doen. Vanwege redenen. Jullie weten al waarom. Ik krijg echt paardenstroet, dus het is toch niet iets met dieren. Ik haat dieren zo erg. Eeuw. Ik voel dat het wordt heel warm hier. Oké. Monica zit. Ja man. Ja man. Hey Kai. Niels. Wat doe jij hier? Ik ben hier floor manager. Ik heb een vriendin van mij meegenomen. Monica zit hier achter. Wat moet zij hier straks gaan doen? Ze gaat zo eerst naar ruim 1. Dus in de drive gaat ze bestellingen opnemen. En ze gaat een eigen quarter pounder maken. Nice. Is het een... Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat er nou precies in de keuken van de Mac afspeelt. Maar is het moeilijk? Het is ik denk wel lastiger dan je denkt, zeker. Ja? Ja, zeker. Oké, cool. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik stel voor dat we het gewoon gaan doen en we zien wat gaat gebeuren. Ja, komt goed. Oké, okay, lopen, lopen. We gaan. Je hebt gewoon die spinnenpoten. Ik sluip over je spinnenpoten. We gaan even omkleden, oké? Okay? Mag dat neusding af? Nee, dat mag niet af. Waar moet hij? Helemaal klaar? Ja. Nou, we moeten eerst even hier beginnen voordat je begint met je dienst. Kom maar hier. Oh, gaffer. Wat is dit allemaal? Ah, oh, gadver! Ja, loop maar mee hoor. Ben je er klaar voor? Ja, oh, zo raar ben ik het ook. Oké, wacht nog heel eventjes. Oké, okay, 3, 2, 1, succes! Oh my god! Ik zou het net. Dit is Niels, hij gaat je shit uitleggen nu. Hier, wat deze headset op doen. Alsjeblieft. Ja? Oh my god. Het enige knop wat jij gebruikt is deze, A1. Hoe zie ik wat dat is? Dat is deze. Moet je hem aandrukken? Ja. Goedenavond, welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling alsjeblieft? Een Big Mac menu. Wilt u die groot of medium? Wat moet je nog hebben? Je moet een frietsaus hebben. Oh ja, sorry. Ja? Ja, nee, een quarter pounder met chicken en een grote friet. Mag ik deze afrekenen? Een cola? Prachtig om te zien. Ze snapt er geen reet van. Een grote patat. 1 seconde. Frietsaus kost. Ja, geen mayo, die halen eraf. Hoe gaat die? Het gaat echt best wel moeilijk. Ja, dat zag je, dat zie ik. Nou kijk, weet je wat het is?
Je hebt klein, je hebt groot, je hebt frietsaus, frietsaus ketchup, boerenfriet, mayonaise. Al die drankjes. Heb je ook nog eens light versies? Ja. Dan heb je hier al die burgers. Nou ja, weer een auto. Goedenavond, welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling opnemen? Maar ze wil wel frietsaus. Oh ja. Wordt het 8,35 euro. Wordt het 9,55 alsjeblieft. Super, dankjewel. Mag je door naar het volgende raam. Ik ga van naar buiten en ik kom straks nog wel even terug. Ben je gefascineerd van Niels? Nou ja, best Jezus wel. Christus, je zit zo naar hem te staren. Nou ja, ben ik wel gewend. Oh, shit! Ja. Oké, doei. Nou, ik ga dus nu even door de McDrive heen. Monica is nog steeds aan het werk. Ze krijgt nu net een nieuwe klant, zie ik. Maar ik ga ook eventjes je klant spelen en ik ga het er even moeilijk maken. Hi, welkom bij McDonald's. Mag ik je bestelling opnemen? Ja, een hele goede avond. Mag ik graag voor jou een McChicken menu, een Big Mac menu, sorry? Een Quarter Pounder menu en een McCroket? Moet ik doorrijden naar het volgende raam? Nee, nog even niet. Oké, sorry, dan doe ik het wel even wat duidelijker. Ik wil graag de Maestro Burger Angus Beef zonder honingsaus, maar met curry. Sorry? Een bakje pleur? Oh, een McFlurry. Dat kan ik alleen extra doen, maar niet als drankje. Doe je normale friet of boerenfriet? Wat is het verschil? Boerenfriet is iets dikker. Doe maar boerenfriet. En wilt u daar frietsaus bij? Nee, geen frietsaus. Oh, twee friets. Ja, dit was hem, deze. Bedankt voor de 65,95 euro. Mag ik doorrijden naar het volgende raam. Oké. Okay. Ik krijg het ding gewoon niet open. Nu duwen, ja. Hi, wordt het 65,95 alsjeblieft. Ik wil graag pinnen. Natuurlijk meneer. Mag je doorrijden naar het volgende raam? Eet smakelijk. Is goed, smaatje. Hallo. Ja, thanks. Ja, top. Nou hoor, dankjewel. En wat had hij nog meer gewild? Dankjewel. Tata. Niels, hoe heeft ze het gedaan? Nou, dit ging verbazingwekkend goed eigenlijk. Is het dan echt moeilijk? Het is wel lastig hoor. Okay. Ik denk hoe veel dingen je tegelijkertijd moet doen. Ja, het is echt opnemen en daarna afrekenen. Oké, dat ging alleen niet zo super bij mijn bestellingen. Ja, vind je het heel gek? Eerlijk, heb jij ooit zo'n bestelling gehad? Ja, je hebt ze er wel tussen. Je hebt ze er wel tussen, ja, maar dit is nog echt nergens op. Is ze geslaagd dat ze nu een quarter pounder mag maken? Ja, zeker. Dat vind ik sowieso. Ja? Ja. Je moet onze handen weer wassen. Ja. Ik voel me net Jimmy Neutron. Top. Oh, ik vind dit fantastisch. Ja? Oké, ik ga er eerst even eentje voor doen. Oh, leuk! Quarter pounder, weet je welk broodje het is? Ja, dat weet ik wel. Dat is wel een broodje met zaadjes, toch? Ja. Ja, dat is deze. Op de kroon. Hey. Oh, wat grappig. Het is een soort sterretje. Zo, dat is een aardig burgertje. Oh, dat ziet er toch fantastisch uit? Wat je dan doet is dichtvouwen. En dan gaat hij de band in. Hè, waar gaat het heen dan? En dan komt hij voor in de oven. Echt? Hieronder zit gewoon een band? Er zit een lopende band. Oké. We hebben eerst een broodje. Ja. Dan hebben we de kroon en de hiel. Hup, die gaan erin. Huppla, die leg ik zo neer. En dan wacht ik even. Ik vind het gewoon zo spannend. Ik vind het zo fantastisch. Oh, dat is gewoon een feestje om te werken. Au, au, au. Oké, kroon links. De hiel rechts. Dan pak ik, om snel te zijn, allebei de saustubus. En dan huppla. Zo, huppla. Dan doe je de ander schuin. Zodat je een smaaksensatie hebt bij elke... Hap. Oh, fantastisch. En dan komt hij dus daarvoor. En dat vind ik echt fantastisch. Kijk, woepla. Oh, wat leuk. Ja, dat doosje, het ging helemaal goed hoor. Tot het einde aan toe eigenlijk. Ja. Je doet hem dicht. Wat jij deed, je doet hem er zo in. Ja. De kans is dat hij openklapt en dat hij de band blokkeert. Dus we doen hem eigenlijk altijd met de achterkant zo. Oh, ja, maar dat heb je niet gezegd. Als je dat had gezegd, had ik het perfect gedaan. Zo, Kaartje. Zo, mondje. Ik ben lekker ballonnen lopen plukken hier. Die is voor jou. Oh, wat leuk. Dankjewel. Ik heb deze gemaakt, dus die mag jij gaan proeven. Oké, nou, cheers. Lekker sappig. Ik blijf quarter pounder, zeg, de lekkerste burgers van de McDonald's. Te lekker. Hoe voel je het? Dit was echt een soort van kinderwens die in vervulling is gegaan. Ik ben gewoon een certified McDonald's medewerker. En ik heb geleerd dat ik nu, als ik door de McDrive in ga, dat ik gewoon, ik wil één kip zes. En dan krijg ik zes kipnuggets.
Ja, maar dat is toch wel logisch? Weet ik veel. Oké, fijn dat je dat geleerd hebt. Ik heb echt superveel geleerd vandaag en ik vond het echt leuk. Ja, voor het leuk. Ik vond het oprecht heel leuk. Tot de volgende. Doeg. Hey, aan je paraplu. Even abonneren. Doei.